Leuk dat u kijkt naar de tweede aflevering van Ambachtelijke Mensen. Vorige week heeft u kennis kunnen maken met Rob en Mieke. Zij laten hier in Brabant hun droomhuis bouwen. En de eerste stap is toen al gezet, het storten van de fundering. En vandaag gaan we natuurlijk verder met de bouw van de villa. Ook zullen de kozijnen geplaatst worden en we laten ook zien hoe die kozijnen worden gemaakt in het plaatsje Hezen. En in onze serie Portretten hebben we de snelste metselaar van Brabant en omstreek. Tenminste, dat beweert men. Jellyfoot. Komt er hier wonen? Wil jij dat graag? Doen we. Is geregeld. De fundering is inmiddels voorzien van aardig wat metselwerk. En zo worden de contouren van Rob en Mieke's huis langzaam zichtbaar. Om de stenen te beschermen tegen vocht en ongedierte, wordt er een extra laagje cement op de buitenmuur gesmeerd. De vloer van de meterkast zit er al in en in dit stadium wordt ook de riolering aangelegd. Deze ligt onder de vloer van de begane grond en met wat pas- en meetwerk zit de afvoer van het huis zo in elkaar. De afgegraven ruimte binnen de muren worden weer volgestort met zand en aangetrild. Dit zand moet vlak gestreken worden, het zogenaamde afrijen, zodat het een degelijke ondergrond is voor bijvoorbeeld de platen polystyreen, oftewel piepschuim. De vloer van het huis wordt goed geïsoleerd. Eerst wordt de onderste laag piepschuim op maat gesneden en samen met de blauwe randisolatie gelegd. Nu volgt de tweede laag piepschuim. Door de dubbele laag ontstaan er minder hinderlijke naden dan wanneer er één dikke laag gebruikt zou worden. Om de wapening een paar centimeter van het piepschuim te tillen, wordt er gebruik gemaakt van stukjes betontegel, zodat de wapening ongeveer in het midden van de betonlaag komt te zitten. Met de hark wordt het beton gelijkmatig verdeeld. En met de trilspaan wordt het beton verdicht en vlak gemaakt. Nu de begane grondvloer klaar is, wordt het tijd om de profielen te stellen. Daar waar de muren komen, wordt tussen de profielen een draad gespannen, zodat het metselwerk gegarandeerd recht loopt. Hoi Jans. Uit mijn vage doe-het-zelf-verleden weet ik dat je met dit warme weer de stenen eerst nat moet gaan maken. Klopt dat? Ja, dat klopt. Wij maken ze, voordat we beginnen te metselen, maken we ze eerst door en door nat. Ja. Dat wil zeggen voor toch een betere hechting te krijgen van de stenen. Zouden we dat niet doen? Dan zouden de stenen gewoon los van elkaar gaan liggen. En dan klop je op je muurtje en dan stort je muur op. Nou, zo erg niet, maar ze liggen wel in principe allemaal los. Dus zo hoort het niet natuurlijk. Waarom heb je ervoor gekozen om juist metselaar te worden? Nou, bij ons van vroeger uit, toen ik een klein manneke was, kwamen ze een garage zetten. Ja. Nou, en die mannen die toen in principe kwamen, die maakten wel zoveel indruk op me. En ik dacht, dat is me altijd bijgebleven. En het heeft me ook altijd geïnteresseerd ook. En van daaruit ben ik toch die kant ingegaan, of het vak gekozen. Ja. En hoe gaat die opleiding? Hoe word je metselaar? Hoe word je metselaar? Ik heb dan eerst 4 jaar de LTS gedaan via de bouwkunde. Ja. En daar heb ik nog een jaartje aan vastgeplakt voor een jaar metselen. Dat is een specialisatie dan? Ja. Dat komt bij ons niet in die 4 jaar. Dus dan heb ik naderhand 2 jaar streekschool gedaan. Dus dat wil zeggen 4 dagen in de bouw en 1 dag van school. Ja. En zo het eigenlijk in het vak terechtkomen. Hans, is het hier ook een leerlingbouwplaats, hè? Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat wij de leerlingen in principe 4 dagen in de week bij ons hebben. Dus wij begeleiden de praktijkgedeeltes. Ja. En als ze 1 keer in de week naar school gaan, dan is ze daar de theorie pakken. Ja. En dan maken ze verschillende toetsen. Dat moeten ze in de praktijk maken en in de theorie maken. En wij hebben ze dan 4 dagen in de week bij ons. En Robert is zo'n leerling hier, hè? Ja, dat is zo'n leerling, ja. Klopt. Hey Robert, mag je even storen tijdens het zandscheppen? Jij bent leerling, hè, hier op de bouwplaats. Ja. Waar leer jij voor? Ik leer voor Timmerman. Timmerman, maar
Je bent zand aan het scheppen. Dat hoeft een timmerman toch niet te doen? Ja, als timmerman moet je van alles doen. Hè? Als iemand iets zegt, bijvoorbeeld metselaar, stenen bijrijden of zo, ja. Ja, dan moet je dat doen. Ja. En beton storten, waar en alles. Maar jij loopt hier 4 dagen, begreep ik van Hans, en 4 dagen op de bouwplaats. Ja. En 1 dag ga je ook echt gewoon naar een school. Naar school toe, ja. Ja. Ik nodig mezelf graag uit. Mag ik een keertje meekijken op school? Ja. Ja, echt? Voor mij wel. Ja? Nou, weet je wat, trekken wij zo agenda's en maken een afspraak. En dan kunt u in de tussentijd eventjes kijken naar hoe het verder gaat met de bouw van Mieke en op hun huis. De profielen zijn inmiddels gesteld, de draden gespannen en dus kan het binnenmetselwerk beginnen. Op sommige plekken wordt gewoon doorgemetseld, maar op de plaatsen waar een flink kozijn komt natuurlijk niet. Om het metselwerk niet op te houden, is het de hoogste tijd om de kozijnen te gaan plaatsen. Maar voordat we daarmee beginnen, ziet u eerst hoe ze gemaakt worden. De kozijnen van Rob en Mieke's huis worden hier bij deze timmerfabriek gemaakt. Omdat er nogal wat handelingen verricht moeten worden, is het belangrijk dat alles goed georganiseerd is. En dan is een geautomatiseerd rekenprogramma om de gegevens van de kozijnen in te verwerken natuurlijk een prima begin. Het hout wordt uit een speciale opslagruimte gehaald waar het de juiste houtvochtigheid had. Kozijnen kunnen zowel van hardhout, en dan met name brandy, en zachthout gemaakt worden. Het hout heeft bij aankomst al een controle doorstaan en is goedgekeurd. Daarom kan het nu met een gerust hart de zaagmachine in, waar het precies op maat gezaagd wordt. Deze zaagmachine wordt door een computer gestuurd, zodat de maten altijd correct zijn. Om straks een mooie hoekverbinding te krijgen, wordt het hout voorzien van een pen- en slisverbinding. Als al het hout op maat gezaagd is, wordt er gelijmd en wordt hier en daar wat hout weggefreesd, zodat het hang- en sluitwerk straks op een mooie en degelijke manier gemonteerd kan worden. Voordat de kozijnen in elkaar gezet worden, krijgen ze eerst een laag grondverf in dit dompelbad. Nu het hout is voorzien van een laag grondverf, is de tijd aangebroken om het kozijn in elkaar te zetten. Op de hoeken wordt wat lijm gedaan en vervolgens wordt het hele kozijn tegen een genaamde opsluitdand geplaatst, waar de onderdelen onder druk in elkaar geperst worden. De kozijnen zijn nu goed als klaar en krijgen een tweede laag grondverf. Als alle verf gedroogd is, kan het hang- en sluitwerk worden gemonteerd. Kozijnen voor nieuwbouwprojecten worden hier standaard voorzien van hoekbeschermers langs de stijlen en dorpels. Het kozijn is nu klaar voor gebruik en kan naar zijn definitieve bestemming, de bouwplaats, gebracht worden. En ben jij ook degene die bepaalt van, mannen, het is nu tijd, jullie mogen nu naar huis? Ja, precies. Ja. Ja. Nou, dan ben ik nu even voorman, want ik bepaal nu, dames en heren, het is nu tijd, we moeten gaan afsluiten, want dit was heel weer de aflevering van Ambachtelijke Mensen voor vandaag. Maar volgende week zijn we er natuurlijk weer. We zullen dan kijken hoe het verder gaat met de bouw van het huis van Rob en Mieke. We nemen ook een kijkje achter de schermen bij een steenfabriek. En ik denk dat ik maar eens een dagje meega met Robert naar zijn school. Dus tot volgende week, zelfde tijd, zelfde zender. Dag. Dit programma werd u aangeboden door het NVOB. Tot de volgende.